Goedemorgen, het is vrijdag! Oh my god! Het is nog voor 9 uur, heel vroeg. Ik, Karianne, die gooit van alles naar beneden, van boven. Ah, allemaal snoep. En ik zal jullie boven laten zien. Oh my god! Het is zoveel. It's too much, I cannot handle! Dante heeft zijn badjas. Ja, maar we gaan nog niet naar beneden. Wou je al naar beneden? Nou, dit is allemaal van ons. En dit is van Karianne. Ik voel me een hele slechte vriendin. Dante. Met je mooie nieuwe badjas. Mooi. We hebben allemaal, nou ja, rolletjes, hagelslag, stroop, kleding voor Dante, kleding voor mij. Ik sta zelfs in een short om even te passen die maar net dicht past. Huh? Tante, wat is dat? Die ballon is voor Tante Janne, hè? Verlieskoemple, gefeliciteerd. En je moet altijd zo filmen. Ja. Ik kan namelijk niet, anders krijg je een recht beeld. Hij kan niet verder dicht. Nou, het staat hartstikke leuk. Dit is een liposuctie in één. Het is niet gewoon een short, dit is een liposuctie short. Ik ga even een eitje maken voor Karianne en mij. En ondertussen heb ik wat eten, ze waren al naar beneden gebracht. Stroopkoeken. Hagelslag, de kersteditie, rolletjes van mijn broer. Deze, die mag Dante absoluut niet, maar die wil ik wel graag proberen. Maar mijn broer zei dat hij toch alleen maar naar frambozen smaakt. Saai. Orka's voor Matthias. Oh, cola flesjes. Voor mij, heel veel cola flesjes. Stroop, en ik denk dat we vanavond pannenkoeken gaan eten. En, oh, als hij, allemaal... Zoet, zure snoepjes. Dus wij zijn goed op voorraad de komende tijd. Nu ga ik die daarvoor zorgen. Wilt u thee, mevrouw? Ik wil wel graag een thee, mevrouw. €1,50. Dit boekje, Karin heeft allemaal dingen meegenomen. Dit boekje van hun ouders. En het vet mooie aan het boekje is... Dat de... hoe noem je dat? De tekenares? Hoe noem je dat? Schrijfster. Nee, maar het is niet de schrijfster. Degene die de tekeningen maakt. Oh, ja. Zij is van het boek van Nederland. En Sinterklaas met alle illustraties. De illustrator. Ze noem je... Nee, sorry. Maar zij heeft een illustratie gemaakt voor Dante in het boek. Voor Dante. Met een zoen van Raf. Hoe tof is dat? Echt, dat vind ik zo gaaf. Ik ben echt super fan van haar natuurlijk Nederland boeken. Want super mooie illustraties in staan en Sinterklaas boek. En dit is dus ook door haar getekend. Dus ik heb hem even doorgebladerd. Heel lief boek. Ja, de rest, ik laat het jullie straks allemaal wel zien. Ik ga nu even een eitje maken. Oh, wij lopen lekker buiten. Ik zorg ervoor dat Karianne goed in beweging blijft op de vakantie. In de vakantie. We gaan even naar de markt toe. En ondertussen laat ik zien dat er palmbomen zijn in Uruguay. Want Karianne dacht dat er geen palmbomen waren in Uruguay. Maar hierbij, palmbomen. Heel veel palmbomen. Palmboom! Uruguay heeft palmbomen. En we lopen alweer terug. Daar was de markt. Maar ik ging eventjes Karianne laten zien hoe de markt is. We hebben even aardappels gehaald, moesten aardappels hebben. Aardbeidjes en een watermeloen, want dat is hier zomer, mensen. Hey, kijk, oh, ik heb een nieuwe shirt aan. Oranje. All is good, baby. Baby, volgens mij heb ik het al gezegd. Maar het zonnetje schijnt, dus oh ja, Karianne die is blij, denk ik. Hoop ik wel. En nu hebben we nog steeds de hele dag. Wat gaan we doen? 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 Recordie. Hij staat op recorden. Ja, hij staat op recorden.
record. Een record zie je dan ook? Ja, laat zien. Ja. Oh. Maar we laten nu zien hoe het is. Met een kind. Hoe het is als een kind. Hij is niet door de test gekomen. Waarom dan? Hij is gewoon boos. We zitten inmiddels in de auto. Zee. Joep, joep. Woep, woep. Wou ik zeggen woep, woep. Zee al woep, woep. We zitten in de auto en we zijn net bij Matthias en ouders geweest om wat op te halen. En we gaan nu naar de shopping toe. Naar een hele grote kerst. Alles van kerst staat er nu, dus dan gaan we kijken. Dus dat, ja, ik ga jullie meenemen. Ja, maar... Jee, Mineetje! Moet je zien! Oh, kijk, look. Moet je dit zien bij Dante? Die kan gewoon... Jee! Wat is Dante? Wat is dat? Dag, mama. Dag, mama. We gaan nu in de kerst... Oh, jij bent daar. We gaan in de kerstboom. Wauw. Oh, ik word wel een beetje duizelig van al deze lichtjes. Allemaal lichtjes. Oh. Oh, kijk. Dante. Oh. Ik kijk Dante. Dante. Moet je zien. Hallo, meneer de kerstman. Hallo meneer de kerstman. Hallo. Kijk, doen we zo. Zeggen we. We pauzen. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly. Goedemorgen! Welkom bij een nieuwe vlog. En het is vrijdag en ik heb besloten... Nee, het is helemaal niet vrijdag. Het is zaterdag. Ik heb besloten het weekend in een aparte vlog te doen. Want anders wordt de vlog die jullie dan nu al hebben gezien, als jullie dit zien, veel te lang. Lekker duidelijk. Ik bedenk nu ook net dat ik de vlog van gisteren niet heb afgesloten. Van door de week dus. Lekker logisch. Maakt niet uit. Welkom bij een nieuwe vlog. Extra vlog, leuke vlog, dubbele vlog, weet ik het. Wij zijn wakker. Het was erg vroeg vanochtend, het was eerst 6 uur. Toen ben ik naar beneden gegaan, heb ik Dante de fles gegeven. Toen ben ik naast mijn dienst gaan liggen op het luchtbedje bij Dante. En zijn we daar in slaap gevallen. Karianne die was nog wakker tot 7:30 en die zijn er ook even nog 2 uurtjes in slaap gevallen. Dus ik denk dat we vandaag wel weer fit de dag door kunnen komen. Gisteren waren we wel wat aan de moe kant, allemaal. Maar goed, zonnetje schijnt vandaag. Ik ga even bedenken wat we gaan doen vandaag. Maar we gaan nu eerst pannenkoeken eten. Want we hadden nog pannenkoeken van gisteren. Dus jammer. Lekker ontbijt. Ondertussen dat wij hier de muziek aan hebben. Is de kapper bezig? Of nee, de kapper was bezig. En hoe zie je er nu uit? Was even, het haar werd even gesteld. Ja, mama. Dat was mijn telefoon. Ja, mama. Kijk eens.
Dat heeft ook zijn nieuwe shirtje aan. Hoe cool ziet dat eruit? Oh, wat ben je groot. Ja hoor, hij ziet er weer tip top in orde uit. Nou, en wij gaan straks van de zon genieten, hè Kar? Het is 3 uur, na 3 uur, en wij lopen buiten. Wij gaan naar de Rambla toe. Het zonnetje schijnt, zie ik daar nou mensen op het water? Daar zo in de verte. Ja. Ik wou zeggen, het zonnetje schijnt, staat wel een wat frissere wind. Maar we gaan gewoon even lekker lopen, misschien naar het strand. Misschien ga ik Karan en wel de begraafplaats laten zien. Gewoon, alles mag. Niks moet. Hey, kijk! Moet je zien daarboven? Cool! Die heeft een motortje. Zie je dat? Hoor je dat? Dat die een motor heeft? Ze zijn hier aan het para-zelen met een motor of zo. Maar daar. Ja, hoor je dat ook echt zo met een motor? Maar. Oh, dat zou ik dus doodeng vinden, dit, hè? Ik ben echt bang dat ik gewoon naar beneden pleur. Dat je motor er ineens mee ophoudt. Kijk dat dan, aan de achterkant. Er zit gewoon een propeller. Gewoon een propeller. Oh god. Ik zei tegen Karin, als Dante eenmaal de zee in zicht heeft, dan gaat hij naar het water. Ja hoor. En? Oh, de broek van Kar. Dante, ben je weer in die plas achter jou gevallen? Dood. Dat kan toch niet? Dante, ben jij zojuist voor de tweede keer voorover op je smoel gegaan in die plas daar? Ja. Oké, okay, het is 6 uur. Dat klinkt heel raar. Het is 6 uur en wij lopen naar de shopping toe. Ik weet niet of jullie me kunnen horen, sorry. Wij zijn omgekleed, zand afgespoeld, vooral bij Dante. Vooral bij Dante, dat was nodig. En wij lopen nu naast de cemetery. Hij is dicht, dus we kunnen er niet overheen, volgens mij. Ik zou hier op bord moeten zijn. Ja, volgens mij is hij dicht, ja, hij is dicht. Maar we gaan even eten halen en lekkers halen voor vanavond. En dan, Matthias komt ons oppikken bij de shopping. Ja, hij is dicht, de cemetery. Ja. Maar hij is echt super mooi, hè? Karana moet... Het ziet er wel mooi uit. Ja, maar het is huge. Ik moet Karana nog even de cemetery laten zien. Maar dat mag ik niet filmen. Uit respect voor de doden natuurlijk. Ja. Maar ja, we zijn gewoon even lekker aan het lopen. Het zonnetje schijnt nog heerlijk, dus het kan gewoon... Hoe vind je hoe rijdt tot nu toe, Kar? Ik vind het leuk. Kom door ons, wij zijn leuk. Ja, wij zijn leuk. Ze heeft nog niet alles leuk. Ze heeft toch nog niet heel veel gezien. Alleen shoppings. En de kerstman, je hebt de kerstman gezien, de Uruguayaanse kerstman. Ja, heb ik ook gezien. Ook leuk. En het strand. Oh, en het strand. Vandaag het strand. En misschien gaan we morgen wel fietsen of zo. We laten jullie het allemaal wel zien. Ja. Houdoe, nu lopen we. Mooi. Oh nee, adios. Adios, amigo. Adios. Oké, in alle chaos op een zaterdag door een supermarkt. We hebben het overleefd, we zijn thuis. En we hebben alfagores gekocht voor Karianne om het te proberen. Wij kennen het natuurlijk al. Maar hey, als je in Uruguay bent, moet je alfagores proberen. Dus iedereen die hier komt, dit ga je proberen. Als je ooit iets uit Uruguay wilt, alfagores. Het is zoet, maar het is lekker.
Je hebt het ook van Milka, je hebt hem ook van Oreo. Van alles. Oké. Okay. Corianne, aan jou de eer trouwens. Let vooral niet op dat kind wat daar zeg maar half in coma ligt. Die is gewoon moe. Aan jou de eer. Let's try it. Corianne die gaat eigenlijk eerst iets echt Oreaans proberen. Niet matten. Oh ja, je hebt matten geprobeerd vanochtend. En hoe smaakt het? Lekker. Naar groene thee, hè? Groene thee. Extra sterke groene thee. Als het niet heel erg charmant ligt, moet ik zeggen trouwens. Maakt niet uit. Nee, voor jezelf niet. Ja, we gaan het zien. Ja. Dit is heel fijn. Oh mijn hemel. Kijk. Dit, misschien wordt straks de hele koffer hiermee volgestopt of zo. Hij stelt niet scherp. Stel scherp op de alfagor. Ja! Alfagor. Zit Doelse letje tussenin. Hij is lekker, hè? Ja. Dit is, de baby wordt goed gevoed. Wordt Oerwajaans opgevoed. Matthias heeft lekker gekookt. Die heeft pastel de carne gemaakt. Het is ja, een soort hoofdschotelpuree. Dan vlees en zit ei en paprika en olijven doorheen. En dan weer puree en dan kaas erbovenop. Iets wat zij hier in Uruguay echt in de zomer eten. En voor ons zou het echt winterkost zijn. Tenminste, dat is naar mijn mening. Maar ja, dit gaan we eten. Schept u maar op. We gaan zien hoe het eruit ziet. Het lijkt een beetje een aardappel lasagne. Een beetje een aardappel lasagne. Potato lasagne. Goedemorgen, nee, goedemiddag. Het is zondag. En wij staan buiten. Ik sta op heel heet hout. Het is middag al. Het is na 12 uur. En wij zijn bij het zwembad. Bij het pierenbadje. We zijn lekker aan het chillen hier. We gaan niet naar het strand, maar gewoon hier chillen. Chillen. En nou, dan zien we wel wat we gaan doen. En Dante heeft zijn nieuwe zwembroekje aan. Het is echt fluoriserend roze, koraalrood volgens mij, zegt de site zelf. En dat vind ik wel lekker. Nu is het water wel lekker, of niet? Ja. Ik moet er ook in. Nou, toedeledokies. Inmiddels weer binnen. De zon werd nu te sterk na een uurtje. En nu gaan we lekker watermeloen eten. Het voelt als vakantie. Alhoewel, het is natuurlijk ook vakantie voor Karianne. En dan ook een beetje voor ons. Tante die heeft de zwemspullen uit. Was kleddernat. Wil je watermeloen, tante? Oeh, yeah. Dat had je gisteren ook, hè, bij het strand. Ik hoor je niet. Ik hoor je niet. Maar jij moest naar boven. Je zei dat je naar boven wou. Heel goed. Zitten blijven. Kom maar naar beneden. Nee, ik kom er niet meer. Jawel, je komt wel. Nee. Je moet de naar boven. Hè? Ik kom nooit weer. Nou, je mag hier wel heel erg blijven hoor. Ah. Oh, lief. Ah, lief, ja. Welkom op je Uruguayse baby's. Ga net mijn batterij op. Yes, yes, yes. Ik heb je aan het huilen gekregen. Yes, dat was mijn bedoeling. Yes, yes, yes.
Yes, ik zei nog, ik ga voor die tranen. Ik ga voor de tranen. Het is 12:15 en ik ben de vlog aan het editen die je nu kijkt. En Karin ligt al een tijdje op bed. Matthias zit op zijn luchtbedje, zit hij te PlayStationen. Ik ga eventjes de laatste dingen afmaken van de vlog en dan ga ik ook naar bed. Want ik ben moe. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Het is misschien eventjes wennen, 2 vlogs in de week. Ik hoop eigenlijk wel dat jullie het leuk vinden. En laat het me vooral weten of jullie leuk vinden. Een vlog gewoon van door de week. En dan een aparte vlog van vrijdag, zaterdag, zondag. Dus in plaats van 1 lange week vlog, 2 misschien iets wat kortere of wat uitgebreidere, gedetailleerde vlogs. Dus ja, laat me het vooral weten of je het leuk vindt, zo deze 2 vlogs. Dan kan ik eventueel nog mee doorgaan, ook al is Karin over 2 weken weer terug in Nederland. Maar ja, voorlopig hebben we nog gelukkig even de tijd met haar. Ja, verder geen toevoegingen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie gewoon weer bij de volgende vlog. Ja, ik kan het nu geen weekvlog meer noemen, of wel, ik weet het niet. Ik zie jullie gewoon bij de volgende vlog. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Doei.